Zo, een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers. Ja, toch een goede morgen. Ondanks het feit dat we nu weer aangescherpte maatregelen hebben en in een complete lockdown zitten, heb ik toch wel alsnog een goede morgen. Komen we er niet aan. Het is wat het is. Het is wel jammer. Ik heb een beetje tegenlicht nodig. Wel jammer. Want de bedoeling was dat we eigenlijk vandaag nog een wedstrijd zouden spelen. Goed, bij Juliane overigens. Die ging niet door. Tegenstander hadden afgebald. Dan zouden we eigenlijk nog gaan voor een training, laatste training met aansluitend gezellig bij elkaar zijn. Nou goed, gisteren nog even een zelftestje gedaan. Nou, dat was positief, want hij was negatief. Blijft een bizarre uitspraak. Iets wat negatief is dat hij dan toch positief is, moet. Door de nu huidige maatregelen gaat het dus niet door. En dat is best vervelend. Dat vind ik zelf. Dat vind ik jammer. Goed, het is zoals ik al zei, het is wat het is. Het is niet anders. En nou is het goed voor ons zelf zorgen. Net ben ik in het bos geweest. 4 rondjes gedaan. Ging best lekker, moet ik zeggen. Alhoewel ik voor mezelf het gevoel had dat het best wel wat zwaar ging. Dan kijk je uiteindelijk naar de resultaten en dan kom je weer terug op een half jaar terug. Dat je op een gegeven moment een bepaald gevoel hebt van ik kom niet vooruit. En dan kijk je uiteindelijk naar de tijden en dan zie je van hey, vrek. Het is toch helemaal niet zo slecht. Dan moet ik weer aan merken. Aan die fase. Nou, daar met de kerst natuurlijk vrij. Dus kerst was nieuw, dus dan ga ik proberen om weer wat extra te trainen. Want ik merk wel dat ik de laatste periode weer wat meer ga snoepen en zo. Een beetje mee laat gaan in de tijd van het jaar. Allemaal lekkere dingetjes, lekkere snoepjes, lekker eten. Dat soort zaken allemaal. Dus daar moeten we weer op gaan letten. En ja, als ik dan op die manier zeg maar voor mezelf weer kan zorgen dat ik weer wat verder kom met mijn conditie. Ja, dat is alleen maar gunstig. Dat is prettig. Nou ja, de rest van de week moet ik nog werken. Mijn werk gaat wel gewoon door. Wat houdt in is dat er wel bepaalde dingen gebeuren. Nu, want scholen die gaan eigenlijk dicht, maar die moeten nog wel gewoon geserviceerd worden, want anders gaat alles stinken. Dus ik verwacht en ik hoop dat de scholen gewoon open gaan. Dat er wel mensen zijn die mee kunnen helpen. Natuurlijk leraren zullen er nog gewoon zijn, alleen leerlingen zijn gewoon thuis. Dus ja. En dat zijn al van die dingen die er nu gebeuren. Bedrijven gaan nu dicht, die zeggen met de kerst van weet je dan gaan we ook gewoon compleet dicht. Daar is het dan. Goed, zoals ik al zeg, tussen kerst en oud en nieuw zouden we toch al vrij zijn van het werk. Dus lekker een beetje weken vakantie. Ja, komende week dan moeten we even goed gaan kijken hoe we dit gaan aanpakken. De rest van de week. Maar dat komt goed. Komt ook wel weer goed. Nou, dan zijn zo van die zaken die er nu gaan spelen. En voor de rest van de dag, het is nou lekker ontspannen. Vorige week natuurlijk Max kampioen geworden. Hartstikke fijn. Maar het was een super race. Het was echt een super race. Mooi. Goed om te zien. Maakt familie erg spannend. En zenuwslopend. En zenuwslopend, zeker. Maar wat was het waard? Wat was het waard? Mijn hemel.
Zo, nou, we zijn weer thuis. Een korte zondagmorgen. Ik heb daar straks trouwens weer wat opgenomen, wat oefening opgenomen. Ja. Ik wil toch kijken dat ik die op een of andere manier ook op YouTube ga zetten. Maar dan moet ik even kijken. Ik zie wel. Deze zondagmorgen praat, zoals ik al zeg, ja, die hou ik er gewoon in. Vind ik leuk. Natuurlijk krijg je af en toe reacties van bepaalde mensen. Maar goed, dat maakt niet uit. En ik vind het wel leuk. Wat ze ervan vinden, mogen ze ervan vinden. Maakt me niet zoveel uit. Ik vind het gewoon leuk. And that's it. Ik heb altijd gezegd, als je het leuk vindt, moet je het gewoon doen. Nou ja. Dat doe ik ook. Dus je moet er iets van maken. En als we deze periode voor onszelf maar saai op de bank gaan zitten, ja, dat wordt ook niet. Dat wordt ook niet. Dan kom je ook niet verder. Je moet wel ergens een beetje het positieve erin zien. En de ene die kan dat wel en de andere die kan dat niet. Nou, ik probeer dan met dit een klein beetje positiviteit eruit te halen. Ik zei gisteravond nog van, ik kan morgen lekker uitslapen. Ik zeg, maar ja, dat gebeurt waarschijnlijk toch niet. Want je hebt toch een bepaald ritme dat je opstaat. En dan zit het toch in mijn kop van, ik moet gaan hardlopen. Of moet, ik wil gaan hardlopen. Dat zit dan op een gegeven moment toch in je systeem. Om dat zo vol te houden. Dat je nu niet gaat, zogezegd gaat verzaken. Want op het moment dat je het een keer aan de kant gaat leggen. Of je moet het bewust doen. Dat je zegt van, oké, het kan nou gewoon niet door omstandigheden dat je... Weet ik wat, of je kindje weg bent of iets dergelijks, ja, dan ga je dat niet doen natuurlijk. Maar normaal gesproken, ja, als je dan gewoon thuis bent, ja, waarom zou ik dat dan niet doen? Je staat gewoon op, je gaat even naar het bos, je gaat hardlopen, je komt terug en je gaat douchen en je bent weer klaar voor de rest van de zondag. Ja. Zo, zoiets. Ja. En dus, blijf het systeem zitten, dat je gewoon s'morgens vroeg opstaat. En dan gewoon om 9 uur weer lekker in het bos aan het hobbelen bent. 4 rondjes vandaag. Ja, ik heb nog een poging gewaagd voor de vijfde. Maar zoals ik al zeg, mijn gevoel lag toch anders. Maar ik wil het wel gaan uitbouwen. Ik wil echt gewoon staan naar die 5 rondjes toe. Dan zeg ik nou, vandaag had ik op zich de tijd om het te doen, om het al rustig aan te doen, maar dat zit dan weer niet in me. Op een of andere manier zit het dan, ja, weet ik niet. Dan denk ik toch van, weet je, laat ik hem maar bij deze 4 houden. Dan kijk ik de volgende keer weer. Dat is het dan. Dat weer een beetje verschuiven. Dus dat is dan weer het negatieve eraan. Dat ik het dan weer ga verschuiven. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Ik moet echt gewoon zeggen van, kom op, gewoon die 5e. Dan maar een lager tempo, maar dan heb ik uiteindelijk wel die 5e gedaan. Dat moet er eigenlijk in komen. Maar ja, goed. Dat is niet. Dus, vandaar. Nou, ik zou zeggen, alsnog... Fijne zondag. Die hebben de mensen natuurlijk al opzitten op het moment dat ze zien. Volgende week, tweede kerstdag, gaan we natuurlijk ook weer gewoon lopen. Maar voor in ieder geval, voor de eerste kerstdag, zeg ik alvast fijne feestdagen. Goed uiteinde. Gezond 2022. Waar gaan we heen? 2022. En dan maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren, voetbaltechnisch en zo. In ieder geval tot 14 januari wordt deze lockdown stilgehouden of vastgehouden. Dus ja, dan is er ook geen voetballen. En ik verwacht dat het weer heel anders gaat lopen voor de rest van het seizoen. Maar goed, de zogezegd wijze heren die weten het wel, zeggen ze. Omicron. Volgend jaar hebben we Bertha 24. Ik weet het helemaal niet. Goed, laat het allemaal niet doen. Ik zou in ieder geval zeggen, als je dit toch leuk gevonden hebt, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan hoop ik dat we straks een keer wat meer leukere en spontanere video's krijgen. Nou ja, goed, ik weet het allemaal niet. Ik wil niet zeggen dat ik nou dat ik helemaal down ben, juist niet. Ik ben best wel positief ingesteld. Maar goed, daar ga ik weer naar het mooie weer toe. Dan gaan we weer langer lichten en zo. En dan kunnen we meer. En dan buiten, gezond, noem maar op. Ja, we zien het wel. Dus nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op het kanaal. En dan zie je de volgende week weer. Ik zou zeggen, ciao.